Welk van deze items zou jij kiezen in Roblox? De iPhone, de lightsaber of de laser blaster ray? I don't know. Laat het in de comments weten. Ben jij team iPhone, ben jij team lightsaber of ben jij team space? Ik geloof niet dat jullie deze video sneller een like kunnen geven dan dat ik één van deze dingen kies en de like challenge begint nu. Oké, lasers. Ik ben onhandig. Een lightsaber. Ik ben onhandig. Een iPhone. Let's... Like challenge is voorbij. Do this. En... Oké, dat is nice. Het kostte... Oh, ik heb hem wel gekregen. Dat is zo awesome. Oké, ik heb mijn eigen iPhone. Wow. Oké, schijnbaar is het een werkende iPhone. Dat is op zich best wel gaaf. Dat had ik in eerste instantie niet verwacht. En wat is dit? We kunnen een modus... Wil jij even aan de kant... Oké, schijnbaar, ik weet niet wat er is gebeurd. De game die start over 30 seconden. Oké, we hebben nog even de tijd. Er zijn zoveel verschillende soorten items. Dit ziet eruit als de knuppel van Granny. Dit ziet eruit als een Bloxy trofee. Hier hebben we de ballon van Pennywise. De knife van Jeff. En dit ziet eruit als een rainbow geval. En het is allemaal best wel... Wow! En de allergrootste radio in Roblox ooit. Dit ding is mega. Oké, ik zou zeggen, laten we beginnen. Ik weet eerlijk gezegd... Oh, oké, wij moeten proberen om het van meerdere creepypasta's te winnen in Roblox. En alles wat wij hebben is een iPhone. ik weet niet of creepy... Oh nee, hoi. Ik ben een persoon en ik heb een iPhone. Kijk, wil je de iPhone? Hier, neem de iPhone. Hij ziet er niet uit alsof hij de iPhone wilt, of wel? Nee, hè? Oké. Duidelijk. Dit is echt super soort van random. Dit ziet eruit als een school zelfs. Wacht, kunnen we daar naartoe? Is er een manier om daar naartoe te gaan? Ik denk van wel. Ik denk zelfs dat we hier naar binnen kunnen. Zijn er meer creepypasta's? Zeg maar, dat is een beetje... Oh, nee. Oh, oké, luister. Ik denk dat we kunnen concluderen dat er inderdaad meer creepypasta's zijn. Oh, dit is zo creepy. Oké, er zijn meer creepypasta's. Maar dit ziet er niet echt uit als een goed onderhoud klaslokaal. Zeg maar, ik wil niet vervelend zijn. Ik ben geen conciërge. En ik ben ook niet per se een klaslokaal specialist. Maar als ik dit zo bekijk, dan... I don't know. Het ziet er gewoon allemaal een beetje rommelig uit. Het is alsof er een tornado naar de les kwam in plaats van een leerling. En die tornado die was zo van... Ja, wat dacht je anders? Ik bedoel, het is een tornado. Die kan niet praten. Tenminste, ik moet wel zeggen, soms als het echt hard waait, dan lijkt het alsof iemand... doet. Zeg maar, dan zie ik gewoon echt voor me hoe daar gewoon zo'n schattig oud vrouwtje staat. Die gewoon... En dan denk ik bij mezelf, hey, dat zou raar zijn. Oké, we hebben daar een auto die er een klein beetje... I don't know, een beetje ingedeukt uitziet. En een school, wat is dit? Ik snap het niet. Oké, dus ik denk dat het concept van dit spel vrij simpel is. We moeten proberen te overleven van verschillende soorten creepypasta's. Ergens in een of andere horrorschool. Maar het interessante is dus wel, er zijn meerdere creepypasta's per keer. Het is dus niet zo dat je gewoon één creepypasta achter je aan hebt zitten. Het zijn er meerdere per keer. En in dit spel maak je gebruik van zogenaamde punten. Die punten die krijg jij wanneer je rondes overleeft. En wat zou jij kiezen? De normale spel. Speed coil of de lava coil. Oké, die ziet er eigenlijk best wel episch uit. Wij hebben de lava coil. We zijn weer aangekomen bij... Oh nee! Oké, luister. Ik hoop maar niet dat mijn lava coil de lava creepypasta aantrekt. Dit is de Burning Man. En de Burning Man, dat is een creepypasta over een jonge man die echt ongelooflijk houdt van alles wat warm is. Wat pittig is. Hij was altijd super warm gekleed. Nam altijd de meeste hoeveelheid aan sambal en andere soorten pittige sauzen over zijn eten. Totdat op een dag hij een pittige spreuk over zichzelf liet uitroepen. En sindsdien is hij de Burning Man. Niemand weet dus eigenlijk ook hoe hij eruit ziet. Oh nee! En dat is de reden waarom je niet naar de schooltoiletten moet gaan. Om 21:50 s'avonds. Ik weet niet hoe laat het is in het spel hoor. Maar I don't know. Het voelt gewoon laat, oké. Dat was een ervaring, soort van. Er stond daar ineens iemand die bij zichzelf dacht... Dat is Jobtaal voor ik maak je in. Oké, wat hebben we hier nog meer? Ik zie... Wow! Als wij 8 rondes hebben overleefd... Dan kunnen wij de kattenklauwen krijgen in dit spel. En dat zijn klauwen. Van katten. En wat is het interessante daaraan? Nou, ze zien er best wel scherp uit. Zeg maar, de nagels dan tenminste. En bij 3 survivals kunnen wij de snelheidsschoenen krijgen. En wij hebben het schijnbaar al 3 keer uitgehouden, dus vandaar. Oké, deze deur is net gesloten, dus er is iemand doorheen gelopen. Ik hoop maar niet dat het een creep...
I don't know why, maar ik vind het dan toch misschien iets fijner om huiswerk op de tafel te zien liggen dan een mega groot soort van mes. Dat is best wel creepy eigenlijk. Oké, ik ben benieuwd wie of wat is dit? Een gymfluitje. Oké, wacht, laat me dit even goed reflecteren. Wij zitten in een spel waar creepypasta's proberen de wereld over te nemen en ons te veranderen in hun midnight snack. En hetgeen wat we kunnen kopen om onszelf mee te verdedigen is een gymfluitje. Bedankt voor het kijken. Dat is op een of andere manier niet echt. I don't know. Ik weet het niet. Dat ziet er gewoon niet uit als een manier waarop je creepypasta's van je afkrijgt. Zo van, er zit een creepypasta achter je aan en jij doet... Piep! En die creepypasta zo van... Oh, dan ga ik er maar eens van door. Lijkt me onwaarschijnlijk. We zitten daarentegen wel in het gymlokaal, dus dat is... Oh, nee! Are you serious right now? Hé, hey, dat vind ik niet aardig. Ik weet niet wat die soort van jonge man daar... Er is zelfs een... Waarom is een Lucky Block zo duur? Kan iemand mij vertellen waarom een Lucky Block zo duur is? Ik was zo benieuwd wat erin zou zitten, maar... De liniaal van Baldi... 32 Robux. Oké, luister. Als jullie willen dat ik de liniaal van Baldi ga halen in Roblox... om te kijken of ik hem misschien wel een creepypasta huiswerk mee kan geven... of laten nablijven of 10 keer opdrukken. Dat heeft weinig met school te maken. Spam dan in de comments. Baldi, ik kies jou. Alsof je een soort van... bal die in een battle wilt gebruiken. Oké. Nog steeds ligt het mes op de tafel. Laten we hopen dat er iemand jarig is en dat het mes alvast klaar ligt om de taart mee te snijden. Oh nee. Waarom? Waarom is die jonge man zo sterk? Like, in plaats van dat hij mensen inmaakt, kan die het huiswerk niet inmaken? Afmaken? Inmaken? Maken? Gewoon huiswerk? I don't know. Wat hebben we hier? Oeh. Een slime blaster. Oh, dat ziet er zo episch uit. Als jij nou een slime blaster zou hebben in Roblox... en jij zou er één kleur slime mee kunnen afvuren... Welke kleur... Oeh, we kunnen mensen ermee inmaken. Welke kleur slime zou jij dan afvuren? Zeg maar, we kunnen mensen inmaken... maar dat duurt op een of andere manier wel echt heel erg lang... dus het is gewoon niet zo makkelijk. Alright. We zijn weer in de school van Baldi aangekomen. Zeg maar, wat mij wel opvalt is iedereen... Wow, wacht, wat? Oh, ik dacht dat hier een raam zat. Het is Wilbert, het doorzichtige raam. Oké, oh nee. De lastige keuze. Oh nee, wat gebeurt er? Oh, we zijn weer buiten de school gespand. Alright, ik ben er klaar voor. Oh nee, dat is overduidelijk de Red Dress Girl. En als jullie iets moeten weten van de Red Dress Girl, dan is het dat ze een rode jurk draagt. En nee, dan is het dat ze iedereen en alles wilt inmaken wat er beweegt. Very nice. Nee, de Red Dress Girl is een creepypasta over een meisje die op haar 18e verjaardag een mooie fluwelen rode jurk kreeg. En sindsdien een klein beetje anders is. Ja, ze is een soort van creepypasta. En ik had eerlijk gezegd niet verwacht. Oh nee. Kijk, kom maar achter mij aan. Goed zo. Kom maar achter mij aan. Goed zo, ik heb iemand zojuist gered. Zeg maar, dat is graag wat ik doe voor mijn medespelers, oké? Okay? Ik offer mijn meloenjasje, mijn meloenhanenkam en mijn hamburgerbroek op. Ik bedoel, stel je voor dat ik op een onbewoond eiland terechtkom. Er is gewoon niks aan de hand. Ik eet gewoon eerst mijn haar. Daarna eet ik... Oh nee, Baldi! Nee, daarna eet ik niet Baldi. Dat zou een beetje vreemd zijn. Daarna eet ik mijn hamburgerbroek en vervolgens eet ik mijn meloentrui. Deze outfit is eigenlijk best wel... Oh nee! Seriously? Oké, wacht even. Wat is dit? Is dit een soort van triple trouble? Oh, dat klinkt zo episch. Laat er alsjeblieft ooit een boyband zijn die zo heet. Triple trouble. Triple trouble. Ja, dus de rake. Dat is één. Een soort van buitenaards wezen die op aarde leeft. En die klauwen heeft. Zo scherp als messen. En die dan iedereen wilt inmaken. Leuk. Heel saai. Boring. Maar je snapt wat ik bedoel. Dan hebben we de Red Dress Girls. Een meisje in een rode jurk. Ik heb het verhaal net al verteld. En dan hebben we Baldi. En weet je, Baldi heeft een speciaal plekje. Bij mij in mijn Roblox virtuele hanenkam. Want dat is waar ik de speciale plekjes bewaar. Alright, zeer interessant. Was echt oprecht, ik vond dit leuk. Maar we hebben dus redelijk wat punten. Wat is dit? Een fireball. Een fireball? Ja, maar Job. Oh, eten we hem nou? We hebben de fireball gegeten. En we lieten een scheet. Een vuurscheet, wauw. Wauw, Job. Je hebt zojuist 400 punten aangegeven aan het kunnen laten van een... Van een vuurscheet, ben je hier nou blij mee? Nee, echt niet, nee, echt niet, nee, echt niet. Ook een beetje. Ik bedoel, vuurscheten zijn awesome. Naar mijn gevoel zijn er te weinig vuurscheten op aarde. Maar als vuurscheten nou gewoon iets meer een waardering kregen, dan zouden de vuurscheten zich ook beter voelen. Weet je, dan zouden de vuur... Wat is dat? Wat is dat? Dat is de
farao. Ja, maar Job. Ja? Wat is de farao? De farao is een Egyptische creepypasta over een gigantische mummie die nog steeds in zijn tombe zit, maar eigenlijk met zijn tombe en al gewoon voortbeweegt. Bedankt voor het kijken. Adios.